Goedenavond, Leute. Het is dinsdag, het is 8 uur, we zijn hartstikke live. Jawel. Uh, weet je nog, een week of drie, vier geleden heb ik een video gemaakt uh, om jullie te bedanken voor mijn 10.000ste abonnee. Nou, super bedankt nogmaals. Het blijft maar groeien, helemaal top. En toen heb ik gezegd, ik ga drie prijzen weggeven. Nou, uh, moeten jullie allemaal dingen doen? Er uh, is ontzettend veel op gereageerd. Ik geloof uh, 1.1k aan reactie. Op YouTube en ik weet niet hoeveel 400 plus of zo in één avond op Facebook. dat is normaal. Dus, uh, en uh, vorige week of zo had ik een videootje, twee weken terug, met uh, Roel, Pitmaster X. Daar hebben we een, een try-tip gemaakt. Um, en toen heeft Roel gezegd: van weet je wat, ik ga drie van mijn gloednieuwe boeken weggeven. Als je het nog niet gezien hebt, kijk ook nog eventjes het filmpje van afgelopen zondag terug, de Big Neck Special. Daar heb ik een, een pooled pork gemaakt combinatie tussen uh, lang roken low and slow en daarna nog eventjes stoven in een heerlijke marinade een soort uh, curry en dan met uh, jongen helemaal fantastisch als je het nog niet gezien hebt moet je die kijken als je het nog niet gemaakt hebt moet je die maken want dat is echt één van mijn favorieten serieus zonder gein. en vrijdag groentesoepje. hè fantastisch dus kijk ook die eventjes terug als je wil als je dat leuk vindt um, ja en natuurlijk uh, vrijdag hebben we de volgende video en uh, dat zal ik je vast verklappen, ik weet niet of, of jullie Dumpert nog kennen. Meer zeg ik niet. Nou, dan gaan we eventjes uh, de winnaars uh, uitkiezen. Dan beginnen we met de drie keer het boek van Roel. Dus even kijken, random picker, random picker, where are you? Kijk, dan ga ik dus automatisch een programma laten uh, draaien, net als vorige keer. En dan beginnen wij met het boek van Roel, nummer één. En dat is geworden Jan Smit. Ah, toch niet de zanger Jan Smit. Jan zegt puikgerechtje. Vindt het inderdaad altijd mooi dat het een heel recept is met meer dan alleen vlees. Goed zo Jan. Een bult gezeik gehad op die groentesoep, hè? Uh, en een hele complimenten gelukkig ook. Wederom weer een leuke video. Bedankt. En Roel, succes met je boek. Ik volg jouw kanaal ook omdat jij het ook leuk doet en goed uitlegt. Wanneer is je nieuwe schuur klaar? Bedankt allebei. Nou, Jan, er gaat een, een boek naar jou toe, een gesigneerd boek. Ik laat dit uh, weten aan, uh, aan Roel. Dus die komt jouw kant op. Volgende: Random Picker. En de winnaar is: Tim Dijkema. Dreamteam, mijn helden. Leuke upload en zeker dat ik het boek van Roel wil. Dat maakt mijn collectie compleet. Nou, uh, Tim Dijkema, ook gefeliciteerd. Boek komt jouw kant op. En de volgende gaat hij weer. En hoppa. En de winnaar is. Alf Schone, of Elf. Elf. Uh, elf die zegt: Toen Jort boeken ging maken, kocht ik ze allemaal omdat de foto's gemaakt werden door een oud student van mij. Hé, hey, dat is Remco Kraaienveld. Uh, Remco Kraaienveld, heb ik ook meegewerkt. Goede fotograaf, inderdaad. Dat zette mij aan het barbecuen op een offset smoker en een keramisch ei. Toen ik Roel, Pitmaster X, ontdekte, op YouTube werd hij mijn voorbeeld om te experimenteren. Daarna, daarna jou ontdekt en volg je nu wekelijks. Roel en jij zijn verschillende presentaties. Zoals Roel ook al aangaf van jullie try-tip breiding. Jullie beiden waardeer ik zeer. En Ralf, je bent helemaal fantastisch. Dat zegt hij niet, hè? Ah. En hoewel Jort mij met zijn spannende boeken mij als eerste setje gaf, vind ik hem nu veel. Nou ja, nou gaat hij een beetje zeiken. Uh, en ik heb genoten van jullie samenwerking. Nou, fantastisch uh, Alf. Dus ook uh, het boek van Pitmaster X komt naar jou toe. Barbecue Magic. Gefeliciteerd. Oké, okay, en dan nu. De drie prijswinnaars van mijn uh, dingetje. Van mijn dingetje. gaat hij? Dit is de... Uh... Buurvrouw. Komt zomaar langs. Sst, stil. We zijn live gek. Komt ie, hè? Uh, de winnaar. De winnaar van. Oh, dat doe ik fout. Oeh, nou is die weg. Daar heb ik even een foutje gemaakt. Neem we de nieuwe winnaar: de winnaar van het boek. Van mijn boek. Mijn boek. Lex Hardy, hey! Ralf van harte met je 10.000ste abonnee. Kijk met veel plezier naar je video's. Heb ook al met veel plezier je recepten uitgeprobeerd. Keep up the good work. Goeie dingen. Super! Bedankt Lex. Dus het boekje is voor jou. Oké, okay. het wordt saai hè? Het wordt saai! Uh, de volgende, komt ie! En dit is dan de winnaar van het motherfucking mes. En het is geworden. Hans Renders. Hans, van harte gefeliciteerd. Hans zegt top Ralf. uitroepteken. Uitroep, uitroep. Dikke proficiat. Mega vette barbecuegerechtjes in de Nederlandse taal. De vriendenbende heeft hier al prachtige bordjes voor jouw kanaal weg kunnen zetten. Bedankt. Nou, is toch leuk dat jullie het ook nadoen. Uh, van harte gefeliciteerd, Hans. En dan. Eens dus even kijken. De laatste. En die komen van Facebook. Dat is eventjes een ander dingetje. hè? Ja, en dat zijn dus de winnaars die dus een dagje bij mij komen tijdens de opnames. Hè? En de eerste is geworden, Mark Bierlaag, met GH op het einde. Goede naam, Bierlaag. En Mark neemt mee, Dennis Jonker. Nou, Dennis en Mark, jullie zijn van harte welkom. Neem eventjes contact met mij op, een pm en dan, dan spreken we het af, hè? Leuk man, zijn jullie erbij? Lekker meekoken, een beetje mee, mee fretten, Goeie dingen. Volgende. En dat is geworden. Even wachten, hé. Flores Krabben. Of Krabbe, Krabben. Flores Krabben. En die neemt mee Ton Dekker. Dus uh, nou, voor jullie geldt hetzelfde, hè? Floris, ton. Even een pm'tje maken we een afspraak. Komen jullie samen met Mark en Dennis bij mij over de vloer. En dan maken we er een fantastisch. Fantastische dag van. Leuk man, ik heb er, ik heb er ontzettend veel zin in. Um, ik zeg uh, tot vrijdag, jongen. Hartstikke bedankt iedereen en uh, goede dingen. Oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, ho. T-shirts. Jullie kwamen aan met uh, T-shirts. Uh, ik heb er iemand op gezet. Dus op dit moment is een ontwerper bezig om T-shirts te maken. Dus. Uh, als je een t-shirt wil, laat het vast weten. Zet je, je, je maat erbij. Dan weet ik een klein beetje wat ik moet gaan bestellen zometeen. Dus die komen eraan. Dat is ook jullie schuld. Je hebt je zelf omgevraagd. Mensen, um, hartstikke bedankt nogmaals. Ik, ik hoop uh, uh, jullie ja, weer te zien bij de volgende video. Hoi! Je!